Fijn dat u meekijkt en we gaan er een mooie voetbalmiddag van maken. Zo heeft iedereen hier beloofd. Iedereen heeft er reuze veel zin in. Ook zij die uit Alkmaar en omgeving zijn gekomen. Prachtige mooie tenues. Alles nieuw hier in Waalwijk. Behalve dan natuurlijk de fans. Die hebben ook mooie tijden meegemaakt. Vooral de afgelopen laatste weken van het afgelopen seizoen. Je ziet intussen de opstelling van RKC door uw beeld gaan. Geen wijzigingen waar betreft de basis. Op echt gras dus. En dat is van 5 jaar geleden. Toen RKC degradeerde is het ook op kunstgras overgegaan. En nu, zodra men weer gepromoveerd was, liet men er geen gras over groeien. Idrissi, Boadu en Stenks. De voorhoede die zoveel voetballiefhebbers blij kan maken. Maar in Waalwijk hopen ze dat dat vandaag een tandje minder is natuurlijk. Ja, als je slordig bent, geef je nu Maatsen de gelegenheid. En daarna Bilate. En deze een heel stuk naast, dat wel. Dat zijn van die momenten waarop AZ toch wel even te slordig is. Bilate goed weggedraaid. Goed naar de bal toegekomen, op het juiste moment gekregen ook. Silasso. Tahiri met wat ruimte, Tahiri. Oh, er glijdt er een weg. Is daar niks aan de hand? Svensson bezweert van wel. En dan is die bal over de lijn. Svensson rost hem dan over de achterlijn. En is vervolgens heel erg boos op Lindhout. Van, heb je dat gezien? Ik kreeg daar toch een schoppie. En ja, het lijkt erop alsof dat geconstateerd is. Kijken of dat ook daadwerkelijk het geval is. Ja, dat... Hier, ja, de beuk op Svensson. Van Silasso, die wel degelijk in de gaten moet hebben gehad. Stenks 1 tegen 1 met Delcroix. En laat die bal mooi direct doorlopen. Wat een mooie beweging. Oh ja, met een beetje mazzel wilde ik zeggen. Gaat die bal er dan in? Maar zover komt het niet. Wat een mooie actie van Stenks. En die bal blijft maar doorgaan. Hè? Dat is het mooiste. Fraaie bewegingen tussendoor. Via Meulensteen leek die bal dan binnen te vallen. Maar daar heeft RKC geluk. Idrissi wacht. Fase lacht al en dan maakt Idrissi het uiteindelijk keurig af. Heeft het geduld om niet meteen uit te halen, want daar had Fase nog wel op gerekend. De enige reden waarom het niet door zou gaan is dat het hier buiten spel is. Ga maar eens vaststellen op deze manier. Is niet te doen, hè? Dan zeg ik het voordeel van de twijfel. En dus, historisch moment voor Idrissi, want hij maakt de eerste op het nieuwe veld. Koop Meijners die Wijndal wegstuurt. Boadu wijst. Vaas heeft dat ook gezien. En heeft last van het hoofd na de botsing met Boadu. Het moment van kijken is niet het moment van spelen. Waardoor Boadu net gedekt kan worden door de doelman van RKC. Die daar wel wat pijn aan overhoudt. Laten we hopen dat dat meevalt. Geen boze opzet bij Boadu. Oh, dat is niet geen goed teken. Fase gaat weer zitten. En dat betekent dat hij te dizzy is om verder te kunnen. En dus inderdaad, tweede doelman van AZ, Kees Heemskerk. Mitchell, Stenks, goed meegegeven. Nou, de eerste actie voor Heemskerk heeft er twee instanties voor. En die krijgt hij ook, ouwe Jan. Had hem eigenlijk wel moeten maken. Schiet toch niet echt krachtig in. De eerste van 5 minuten extra zijn voorbij. Bilate tegen Vlara. Zo, dat is een aardige actie zeg.
En het schot ook niet onaardig. Beste moment van RKC. Boadu, vlag blijft omlaag, wil niks zeggen. Want als hij gescoord wordt, en dat wordt het, gaat hij bekeken worden. Naar het midden gewezen. Dus door de grensrechter in ieder geval beoordeeld als zijnde dit mag. En Idrissi is de man die het weer afrondt. Op slag van rust verdubbelt AZ de voorsprong. En nogmaals, ze worden bekeken. Boadu, de vrije ruimte in. Delcroix wel even een handje in de lucht, maar dit mag en het volgende mag ook. Goeie paas van Svensson. Loopactie van Boadu en dan is het wel open huis daar achterin bij RKC. Dat dient toch ook te worden gezegd daar, Meulensteen Delcroix. Boadu. Delcroix kopt de bal tegen Boadu aan en dan Stengs die eigenlijk van dichtbij moet raakschuiven. Maar Heemskerk op zijn weg vindt. Kees Heemskerk, de vervanger van Fase, ligt goed. Mitchell aangesloten. Delcroix tegen Boadu aan. Boadu vindt Stengs. Het gaat allemaal heel snel. Balverlies bij Koopmeiners. Goed Spierings ertussen. Spierings nog altijd. Spierings schieten zelf. Ja, dat had het kunnen zijn. Doorzien. Op het laatste moment. Wuiters. Voeten tussen. Koopmeiners de nonchalant. Spierings straft dat af. Maar op het moment dat hij schiet, is daar Wuiters. Wijndal. Blijft daar een beetje haken. Met het rechterbeen in het gras. Gari. Zo. Ja, dit is toch, je ziet het van mijlenver aankomen met twee benen tegelijk. En het is een rode kaart. Lindhout is onverbiddelijk. Ja, Gari neemt het risico. Waarom die bal zo ver voor zich uitspelen en dan er zo ongelooflijk, laten we zeggen, overenthousiast ingaan. Niemand die er ook tegen protesteert. Weggedraaid en goed verdedigd door Delcroix. Verder dan met Zo, die daar een tegenstander omver duwt. Mitchell. Maar verder mag. Ja, dan is Maatsen er dichtbij. En weet Bizot een treffer te voorkomen. RKC met een man minder. Nog niet zo dichtbij een treffer geweest. Dichterbij dan met 11. Klaasie kreeg een beuk van Spierings. Is te laat. Dus Bilate, Maatsen. Kans voor RKC weer. Maatsen, Hens van Wuiters. Ja, tegen de arm. Maar wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we daarmee doen? Wordt dit beoordeeld als een natuurlijke handbeweging? Nou, blijkbaar is dat het geval. En dus geen penalty. Stengs. Stengs vangt op. Hoek is lastig, moet terug. En Meulensteen raakt de bal niet helemaal lekker na de inzet van Sugawara. Dus wordt het een hoekschop voor AZ. Ik zeg al een paar keer laten zien, Sugawara, in die korte tijd dat hij meedoet. Klaasie. Niet onaardig. En dan Heemskerk, die wel een beetje last heeft van het hete krokettensyndroom. Tweede doel lijkt veilig. En 11 tegen 10. Het ziet er allemaal mooi uit. We zagen het gisteren in Groningen. Dat Groningen met twee man minder nog scoorde. En nog tot leven kwam in die slotfase. Stengs.
Hard en laag, ouwe Jan. Meulensteen. Wijndal. Klaasie. Wijndal. Gudmundsson. Stengs. Mooi, Gudmundsson. Dan had met links meer kans gemaakt. Mooi gedaan van Stengs. AZ kwalitatief beter. Dat verschil was met name in de eerste helft te zien. In de tweede helft heeft AZ... Dat valt te begrijpen na zo'n turbulente week, na zo'n drukke week. Heeft AZ zaken gecontroleerd en heeft RKC daar geen antwoord op weten te vinden. En ook dat is geen schande. Leverde wel voor ons een niet al te spectaculaire tweede helft op. Maar ik kan me zo voorstellen dat Slot daar dadelijk in gesprek met Pascal Kamperman over zal zeggen. Dat hij ermee tevreden is dat de zaak werd gecontroleerd in de tweede helft. En dat je zuinig moet zijn met de energie. Omdat er voor AZ nog Europees voetbal wacht. Normaal gesproken volgt dan de zin in eigen huis. Maar dat zal niet zo zijn. In welk huis wel? Dat wordt een deze dagen dan besloten.